de voorstelling gaat in principe over dat er is een middelbare schoolklas en Jochem, een stevige jongen gespeeld door mij, die wordt daarin gepest. En het gaat erover, het gaat niet vooral over dat Jochem gepest wordt, maar het gaat er vooral over wat de rest van de klas eraan had kunnen doen en wat de rest van de klas doet en hoe de rest van de klas reageert. Het zal altijd blijven bestaan, maar we proberen wel een steentje bij te dragen dat het minder wordt en ook aan de mensen te laten zien wat pesten kan doen met iemand, omdat Jochem natuurlijk zelfmoord pleegt. Oké, we hebben een heel leuk spelletje. Ja. Het heet Vang je eigen kleren. Ja, ik ben vroeger wel eens gepest op de basisschool en op de middelbare school. Dus voor mij is het ook wel toen wel een heftige tijd geweest. En ik denk niet dat het zo is dat mensen expres mij kapot wilden maken. Maar dat mensen soms gewoon lelijk tegen elkaar doen of proberen zichzelf te bewijzen. En dat ik heb zelf ook wel eens iemand gepest. Tenminste, dat hoorde ik later dat hij zei, waarom pestte jij mij altijd? En toen zei ik, oh ja, wist helemaal niet dat ik dat deed. Ik maakte gewoon grapjes en dat vond hij blijkbaar vervelend. Hey Jochem, zoek jij iets? Mijn kleren. Na de klassenfoto krijg je ze terug. Je denkt toch niet dat we met zo'n dikzak op de foto willen? Nee. Voor mij maakt het moeilijk omdat... Ja, je moet best wel nare dingen tegen iemand zeggen. En dat is dan niet persoonlijk naar Bjorn toe. Maar je zegt wel iets over zijn... Hij is echt dik. Dat is in het begin, in de repetities, heb ik dat ook best wel vaak met hem besproken. Van, vind je dat niet vervelend of wat vind je daarvan? Nou ja, ik heb zelf denk ik het geluk gehad dat ik zelf... Ik ben zelf nooit gepest met mijn uiterlijk. Wel met dat ik iets met theater deed en daardoor homo was en dergelijke. Maar ik ben nooit om mijn uiterlijk gepest of omdat ik dik zou zijn. En ik denk dat wel... dat verzorgt dat ik het aan kan, zeg maar. Ik wil dat je weggaat. Ik heb hier vrolijkheid in een flesje. Moet je troepen. Oh, jawel. Hey, jij gaat het drinken, want niemand zegt ooit nee tegen mij. Begrepen? Drinken, Jochem. Kom op. Ja, de reacties zijn heel erg wisselend. Want we gaan elke voorstelling, na elke voorstelling gaan we de foyer in. En ja, er zijn mensen die komen in tranen naar je toe. Dat ze heel erg begrijpen wat er is gebeurd. En die hebben zelf dan een verhaal wat ze hebben meegemaakt. We hebben soms mensen van jaren 50 nog die komen kijken. Die zeggen, Jezus, wat heftig wat hier allemaal gebeurt. Ik ben vroeger ook gepest en nu komt het weer naar boven. Tot aan kinderen die helemaal extatisch zijn en handtekeningen en foto's willen. En die het helemaal te gek vonden. Maar ook gewoon hele persoonlijke verhalen inderdaad van mensen. Daar hebben we gelukkig ook een website voor. Pezep.org. www.pezep.org. Waar mensen al hun verhalen over pesten kwijt kunnen. Wat heb jij ervan geleerd? Nou, dat pesten gewoon niet goed is en dat het gewoon gelijk moet stoppen. Ja, op de basisschool. Door een jongen werd gepest bij mij in de klas. Ga je daar nou wel een beetje anders tegenaan kijken als je zo'n voorstelling ziet? Ja, je kunt het wel beseffen. En ik weet, vergeet ze niet.